Goedemorgen lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken naar de nieuwe zondagmorgenvlog van De Stofjes. Mijn naam is Rick en ik heb vandaag weer gelopen in het bos. Lekker, 4 rondjes. Nieuwe tijd, 6 minuten 4 gemiddeld per rondje. Of 6 minuten 04 volgens mij. Ik zeg maar 6 minuten 4 seconden. Gemiddeld per rondje, per kilometer, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En het was lekker. Het liep lekker. Deze zondagmorgen. Lekker weetje, je schame zonnetje. Heerlijk. Gisteren, verjaardag van mijn... Ja, hoe moet ik zeggen? De dochter van mijn nichtje, van mijn petekind. Lopke was gisteren jarig. We waren visite geweest. Ja, dat is echt... Schat. Schat van een ding. Jullie weten, normaal gesproken ga ik altijd de vlog onbewerkt op internet zetten of op mijn YouTube kanaal. Echter, vandaag wil ik het anders gaan doen. Want gisteren bij het kopen van een cadeautje voor Lopke maakte hij toch iets mee met Amber. Hilarisch. Echt helaas, ik ga dat stukje nu laten zien. We zijn samen aan het kijken voor een cadeautje voor Lopke. Wat zegt Amber dan? Voor een onderwaterboerderij. Ze bedoelt natuurlijk gewoon een aquarium. Onderwaterboerderij. Je krijgt verzonnen. Maar goed, dat dus. Feestje, Lopke, 1 jaar. Dat is de dochter van mijn nichtje, van Peterkind. En dan gaan we straks heen. Gezellig? Zeker. Ja. Goed zo. Pas hier. Doei. Nou, hoe hilarisch kun je het hebben? Het is ook niet te geloven. Een onderwaterboerderij. Hoe krijg je het verzonnen? Maar dat komt natuurlijk, we waren bezig met het kopen van een cadeautje. En het had het over een boerderij. Dus krijg je heel snel spraakverwarring. Met boerderijen, onderwaterboerderijen, enzovoort, enzovoort. Dat was hilarisch. Ik heb ervan genoten. Nou, uiteindelijk zijn we dus naar het feestje gegaan. Super gezellig. Druk. Natuurlijk een aantal vrienden en vriendinnen van mijn nichtje, van Leandra. Die waren daar natuurlijk ook aanwezig. Natuurlijk ook met kinderen. Dus het was een drukte van je balste. Maar dat geeft niet. Dat was lekker. Mijn moeder is ook mee geweest. Ze hadden gisteren opgehaald. Katharinehof. Nou, die vond het super gezellig. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dat is gewoon hartstikke mooi. Nou, nogmaals, 4 rondjes gehad. En die gingen lekker. Al zeg ik het zelf. Nogmaals, lekker weertje, lekker temperatuurtje. En dan, dan kun je ook lekker lopen. Hoppakee, muziek even een stukje uit. Oh, jongen. Oh, ik moet wel eventjes iets anders doen. Ik had een tijdje terug had ik, gemerkt, dat is natuurlijk logisch, dat de rug van de auto een beetje nat was geworden. Dat is natuurlijk logisch dat je zweet. Je stapt bezweet de auto in. Dus het is niet zo gek dat dan de rugleuning nat wordt. Maar goed, dan doe ik even de trui erbij om. Dan wordt de rugleuning in ieder geval niet nat. Oh jongens. Jongens. Haha. Nou, het weer wordt zo mooi. Vandaag weer natuurlijk weer voetballen. Het is zondag. Dus moet ik weer met Juliana spelen thuis tegen Zilvolde. Dan moet het dat er wordt vorige week Halster gewonnen. 3-1, sorry. Dat hadden we echt nooit verwacht. Halster is over het algemeen een hele stugge, degelijke team. Doet eigenlijk altijd mee. Altijd wel mee voor de prijzen, alleen lukt ze niet altijd. Maar we hadden eigenlijk toch wel een klein beetje. Ik wil niet zeggen schrik, maar je weet dat je het gewoon lastig krijgt daar. Dan zeggen ze altijd wel. Als eruit, altijd lastig. Of die en die uit, altijd lastig.
Maar in de eerste 20 minuten hadden ze op een gegeven moment een doelpunt gescoord. Hadden ze iets van, nou ja, als we hier met 4-0 verliezen, dan mogen we nog een ander kleppen. Het ging nergens meer om. Maar goed, uiteindelijk pakken we de draad goed op. Ja, en dan win je gewoon met 3-1. Met goed voetbal. Twee helften zijn ze eigenlijk niet meer echt gevaarlijk geweest. Nog wel een klein kantje gehad. Maar nee, het was uiteindelijk... Uiteindelijk hebben wij de boventoon gevoerd en gewonnen. Dus vandaag zal volgen, ben benieuwd. Ook een lastige ploeg. Wat kan ik ervan zeggen? Ik weet niet veel. Maar omdat het mooi weer is en de temperatuur nog redelijk aangenaam is, ga ik waarschijnlijk met de motor. Want ja, dan moet je van deze dagen moet je er een beetje van genieten. En al is het oké, het is maar 25 kilometer, ongeveer 20 kilometer heen. En na het voetbal natuurlijk weer 20 kilometer terug. Maar het gaat gewoon om het idee dat je gewoon even lekker op de motor bent gestapt. Even een lekker stukje gereden hebt. Dat ongeveer. Dus dat ga ik doen. Zoals het er nou uitziet. Er is verder geen regen voorspeld of iets dergelijks voor de rest van de dag. Ook vanavond niet. Ja, of s'avonds laat volgens mij pas. Ik ga nu eventjes weer online even nakijken of bij je radar, weet ik het wat. Ik ga in ieder geval naslaan om te kijken wat we gaan doen. Maar naar alle verwachting en alle waarschijnlijkheid ga ik met de motor. Ja. En dan volgende week komen ze de vloer leggen. Ook wel fijn. Gisteren afspraak gemaakt voor de bank, voor het leveren van de bank. We hadden natuurlijk ook een nieuwe bankstel gekocht. Die was inmiddels al binnen, maar omdat de vloer natuurlijk niet klaar was. Hebben we de bank mogen verplaatsen na het leveren. Of even van het leveren. Dus volgende week maandag, dus niet komende maandag, maar volgende week maandag, dan wordt de vloer gelegd. En dan op woensdag de 29e komen ze de bank brengen. Ja, super. Help dit. Ja, wat zijn er meer voor een zaken? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ja, loslaten van alle beperkingen, of tenminste voor veel beperkingen. Maar goed, daar kunnen we discussies over loslaten. Die worden er al genoeg gevoerd. Ik denk er nog steeds mijn van. Die zegt verplicht, die zegt niks verplicht. Eigen keus, geen eigen keus. Het is allemaal zo warrig als de pest. Maar goed, ik ga daar nu niet over hebben, om de dood eenvoudige reden dat ik al thuis ben en dat ik zo naar binnen ga en dat ik dan eventjes lekker onder de douche ga omkleden en klaar ga maken voor de wedstrijd. 12 uur aanwezig, kop soep, broodje, lekker. Dus bij deze zeg ik blauw duimpje omhoog. Even dit filmpje liken. En dan zie ik jullie de volgende week weer. Nogmaals, ik ga deze keer wel een bewerking doen. Omdat ik iets hilarisch ertussen wil plakken. Dus dat krijgen we nog mooi te zien. Dat is lekker. Dat is leuk. Dat is leuk voor een keertje. Moet kunnen. Ik zeg de groetjes. Ciao.